Ja, dat is straks. Nu eerst de beurt aan twee linkse partijen. De SP van Emiel Roemer wil debatteren over deze stelling. De tandarts hoort thuis in het basispakket. Emiel Roemer en Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid. Heren, kom naar voren. Ja, meneer Roemer, dat is een hele praktische stelling. Ligt u me eens kort toe. Heel lang geleden toen zag je bij aan het gebit van mensen wat de portemonnee was. En die tijd die zien we helaas weer terugkomen. We zien heel veel mensen die de tandarts niet kunnen betalen. En omdat het niet in het basispakket zit en ze er niet extra voor verzekerd zijn, ze dat niet doen. We willen heel veel met de zorg. Na jaren kaalslag willen we echt een inhaalslag. Daarom willen we een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Maar we willen het basispakket uitbreiden voor wat iedereen eigenlijk als toegankelijke zorg nodig heeft. Dus de fysiotherapie, dus de geestelijke gezondheidszorg en dus de tandarts in het basispakket. Meneer Asscher. Ja, 10 jaar geleden heeft de Partij van de Arbeid met het CDA ervoor gezorgd dat tot de 18 de mondzorg voor ieder kind in het pakket zit. Heel eerlijk gezegd, we hebben hier ook naar gekeken, maar die pakketuitbreiding van u kost 4 miljard. Maar als u hier nu zegt, die tandarts is voor mij het allerbelangrijkste, dat is 1,9 miljard, dan valt daar met mij over te praten. Dan wil ik daar best met u uitkomen. Misschien kan het op een slimmere manier. Kunnen we via gemeenten het doen, zodat niet de rijke bewoners van Wassenaar het gratis krijgen, maar wel de mensen waar ik me ook zorgen over maak, die de tandarts niet kunnen betalen. Maar laten we dan wel afspreken dat we niet, hè, want hier wil ik graag met u geld voor uittrekken in een volgend kabinet, laten we dat samen vormen. Maar laten we dan niet dat bureaucratische experiment aangaan, die Bermuda-driehoek van het Nationale Zorgfonds, waar straks heel veel geld ingaat, zonder dat we precies weten wat het doet. Laten we ons geld uitgeven aan de zorg voor de mensen met de tandarts die het hardste nodig hebben. Oké, meneer Roemer, dus wel de tandarts in het basispakket, zegt Asscher, maar niet het zorgfonds. Nou, hij zegt nou, ik kom er steeds meer dichterbij. Het is wel een heel even wennen. De afgelopen jaren van heel ver weg en hard bezuinigen. Steeds meer zeggen de plannen van de SP zijn eigenlijk wel heel erg goed. Hij is er nog net niet, dus we moeten nog even wat langer door debatteren. Dan komt de rest er ook bij. Kijk, het is heel mooi, want u heeft het nou niet in het pakket staan. Nee. We hebben 3 keer met elkaar hebben we gedebatteerd. Op het Malieveld wilde u niets doen aan de zorgverzekeraars. Bij één vandaag wilde u niet voldoende geven voor de verpleeghuis die het nodig heeft om de norm te gaan halen. Nu wilt u het basispakket niet uitbreiden. En als ik heel lang doorzuur, hooguit met de tandarts. De afgelopen jaren, meneer Asscher, heeft u samen met de VVD de hele zorg eigenlijk wel afgebroken. Er is bijna voor 10 miljard bezuinigd. Bijna 70.000 banen in de zorg zijn verdwenen. Het is bijzonder laf om weg te lopen. Mensen moeten knokken om de zorg te krijgen. Het basispakket is te klein. En ik moet verschrikkelijk trekken en harken om een klein beetje bij onze linkse broeders van de PvdA terug te krijgen wat de afgelopen jaren echt vernietigd is. Stop daarmee, meneer Asscher. Doe met ons mee. Zorg voor een Nationaal Zorgfonds. Laten we samen het eigen risico afschaffen. En laten we het pakket verbreden. Dit is wat mensen nodig hebben. Dit is voor heel veel mensen onderwerp nummer 1. Oké, meneer Asscher. Meneer Roemer, u laat nu precies zien inderdaad wat het probleem is. Ik maak een beweging uw kant op. We hadden het inderdaad niet in ons programma staan. We vinden het heel veel geld. Maar ik zeg, daar valt met mij over te praten. En dan doet u wat u eigenlijk altijd doet. 100% SP en anders is het nee. Dan gaat u meteen weer commentaar leveren. Op die manier hou je heel weinig bondgenoten over in dit land. En dat is ook wel het probleem met de zorg. De zorg moet natuurlijk wel betaald worden. Het zijn keuzes. U kiest ervoor om 1 miljard te bezuinigen op defensie. Om uw uitgaven te betalen. Dat is dus geen marine meer, geen luchtmacht. Of eigenlijk allebei als ik de factcheckers moet geloven. U kiest ervoor om een rekening door te geven aan een volgende generatie van 21 miljard euro. Daar kan je ook heel veel zorg mee betalen. Mijn beweging naar u was een serieuze. Maar daar verwacht ik van u ook 1 keer iets anders. Iets wat we niet hebben gezien de afgelopen jaren. Iets wat we eigenlijk nog nooit hebben gezien. Dat u ook verantwoordelijkheid durft te nemen voor de moeilijke keuzes, zoals wij dat hebben gedaan. Ja, dat hebben wij gedaan. Wij waren er toen het nodig was. Wij stonden er in de crisis. 200.000 mensen die toen geen werk hadden, hebben dat nu wel. U stond aan de zijlijn commentaar te leveren. Ik nodig u uit. Ik beweeg uw kant op, maar doet u hetzelfde naar mij. En niet alleen maar 100% SP, want dan staat u straks weer in uw eentje aan de zijkant. 100% SP is 100% sociaal, daar ben ik trots op. Had u dat 4 jaar geleden maar niet gedaan? Wij stonden van tevoren samen naast elkaar om te zeggen, trek dat sprintje naar die 3% norm niet, want we breken alles af in Nederland wat hard nodig is. 3% Europa, hè? 3% Europese norm, bezuiniging. We zeiden van tevoren, voor 2012, trap er niet in wat Rutte zegt. Dat hele harde bezuinigingen is funest voor de zorg, funest voor de economie. We stonden gebroedelijk naast elkaar. De verkiezing was geweest. 2 weken later zat u samen met Rutte op schoot en bent u toch gaan bezuinigen. En
Kijk wat er in de zorg gebeurd is de afgelopen jaren. Er is nergens zo'n grote kaalslag heeft er plaatsgevonden als in de verpleeghuizen. De helft van de verzorgingshuizen zijn gesloten. De thuiszorg voor heel veel mensen is de helft verdwenen. Het salaris van mensen in de thuiszorg is veel te laag. Mensen hebben zelfs 20% moeten inleveren, terwijl de top, de managers, zichzelf hebben verrijkt. Ja, meneer. Dit is wat er afgelopen 4 jaar is gebeurd. En dan kunt u wel zeggen van, wij hebben verantwoordelijkheid genomen. Dat was de verkeerde verantwoordelijkheid. Een linkse partij laat zich niet voor het karretje van de VVD spannen. Ja. Meneer Ascher. Het land was in crisis. We gaven 65 miljoen euro meer uit per dag dan er binnenkwam. En de werkloosheid steeg. En het Buma-Wilders-Rutte-gedrocht was ingeploft. En ja, toen stonden we er. En in die tijd hebben wij geniveleerd. Het meest sinds Joop den Uyl. En in die tijd hebben we de uitkeringen niet verlaagd. En in die tijd hebben we de AOW beschermd. En in die tijd hebben we de topinkomens aangepakt. En in die tijd hebben we het jeugdloon verhoogd. En in die tijd, al die keren, stond u aan de zijlijn commentaar te geven. En ik nodig u 1 keer uit. Om niet alleen te zeggen wat u allemaal wil, maar samenwerking te zoeken. Want zo breng je een land verder. Als je aan de zijkant blijft staan, u bent een soort Johan Derksen. Soms grappig, vaak mopperig. Maar altijd vanaf de tribune. En ik sta in dat veld en kom er nou eens een keer bij. Dan bereiken we samen veel meer dan als we alleen maar kritiek op elkaar hebben. Hartstikke mooi. Er komt dadelijk een kabinet samen met de SP. Dat is wat ik graag wil. En dan zonder de VVD. Dat laatste had u ook moeten doen. U kunt wel boos worden op mij. Meneer Roemer heeft het woord gelijk. Ik heb u inderdaad niet gesteund in die keiharde afbraak van de zorg. Want we hebben de stelling over de zorg. Ik heb u ook niet gesteund in de harde afbraak van de economie. Waardoor 365.000 banen zijn verloren gegaan. Onnodig. Waardoor de economische groei onnodig is achtergebleven. Ik had graag met u opgetrokken in een ander kabinet om te zorgen dat wij in moeilijke tijden als overheid juist hadden geïnvesteerd. Normaal gesproken is de Partij van de Arbeid het met ons eens dat je in moeilijke tijden niet hard moet bezuinigen, maar extra moet investeren. En al helemaal niet moet komen aan iets wat voor het meest essentieel is voor de mensen, de zorg. Dan hadden we samen niet de verzorgingshuizen gesloten. We hebben heel vaak de hand gereikt aan de Partij van de Arbeid om samen op te trekken. We hebben zelfs samen wetten ingediend. Wij stonden niet langs de kant, wij hebben de goede voorbeelden gegeven. Maar we stonden ook aan de zijde van die mensen in de zorg die continu gepakt werden. Want dan sta ik naast hen, voor hen en met hen in de Kamer om te zorgen dat het geluid van de straat hier te horen is. Want als er hard bezuinigd wordt op iets wat essentieel is, de zorg, dan sta ik op, dan grijp ik in en dan kom ik met alternatieven. Oké, meneer Ascher. Dan haakt u af. Meneer Ascher. Meneer Roemer, de VVD was de grootste partij van Nederland geworden. Dat was niet mijn keuze, dat was het besluit van de kiezers. En wij hebben gezorgd dat we beleid naar links hebben getrokken. Nou, iedere dag weer. Iedere dag weer. Toen de VVD wilde bezuinigen op de verpleeghuizen, daarom is het zo'n goedkope stunt dat er nu geld bij komt bijten, hebben wij dat weten te schrappen. Daar hebben we voor gevochten. En we stonden er elke keer alleen. En nu doet het alsof er niks gebeurd is. Nu hebben we een economische groei waardoor we geld kunnen uitgeven. Nu hebben we de laagste jeugdwerkloosheid in heel Europa na Duitsland. Nu komt er weer vertrouwen. En juist nu stelt dat ons in staat om naast de mensen in de zorg te staan. Om juist extra geld uit te trekken voor de arbeidsvoorwaarden van de mensen in de thuiszorg. Ze weer vaste contracten te bieden. Om te investeren in liefdevolle zorg voor onze ouderen. En al die keren stonden wij er in ons eentje voor. Ja. U kunt wel zeggen, u had dat niet moeten doen. Ja. U kunt uittekenen hoe het beleid er had uitgezien als ze de VVD het in hun eentje hadden laten doen. Dan waren de uitkeringen omlaag gegaan. Kijk naar hun programma. Dan waren de inkomensverschillen vergroot in plaats van verkleind. Dan hadden al die mensen het nakijken gehad. En dan hadden ze misschien op u gestemd. Nee. U had al die tijd staan stampvoeten in de hoek. Want zo kennen u. En u had helemaal niets bereikt. Ik nodig u uit. Kom van uw morele superioriteit af. Maak vuile handen en doe wat voor uw kiezers. Ja. Als u toen nee had gezegd, dan had Rutte geen meerderheid gehaald en had hij zijn afbraakbeleid niet kunnen doen. Daarom zeg ik ga niet met de VVD in één kabinet zitten. Maar nu terug. Nee. We gaan het kort houden. Naar de stelling. Ja. Het is nou juist nu het beter gaat, dat ik juist van de Partij van de Arbeid had verwacht dat u in de zorg extra zou gaan investeren. U komt met veel te weinig geld om de norm bij verpleeghuizen te halen. U wilt veel te weinig doen om de marktwerking in de zorg aan te halen. Ik ga u onderbreken, meneer Roemer, want de stelling was de tandarts hoort thuis in het basispakket. En ik krijg alleen maar de tandarts in het basispakket. Oké, dan zijn we terug waar we begonnen. Dat is veel te weinig, meneer Ascher. Ik hoop dat u samen met de SP gaat strijden in het volgende kabinet om de rest ook te halen. Ja, en het slotwoord, zeg ik, is voor Ascher. Ja, ik hoor u weer commentaar hebben op wat wij doen. Wij willen 3 miljard extra uitgeven in de zorg de komende jaren. Daar kunnen we fantastische dingen mee bereiken. Het verschil is dat we verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. Dus we gaan niet de veiligheid van Nederland in gevaar brengen door te bezuinigen op defensie. We gaan ook niet de rekening van 21 miljard naar onze kinderen en kleinkinderen doorgeven. Besturen, verantwoordelijkheid nemen en zeker links besturen betekent letten op alle belang. En het wordt een keer tijd dat de SP stopt
met het hoogste woord te hebben over linkse bondgenoten. Mijn handgebaar te zien. Ja, ik wil met u werken, zodat iedereen naar de tandarts kan. Maar het kan niet gratis. Je kunt niet bij ieder probleem zeggen, er komt wel geld bij en iemand anders zal het betalen. Nee, dat wordt door alle Nederlanders opgebracht. Oké, het is ook tijd verantwoordelijkheid voor. Dat u stopt. Dank. Applaus.